de stukken van Wartkamp stuur ik door aan de aandeelhouders. Is er iets? Je lijkt zo wel vezig. Voel je niet zo lekker? Ja, pardon? Als je ziek bent, kan je misschien beter naar huis gaan. Ja, had ik jou gevraagd om je ermee te bemoeien? Hoe kon ik nou in godsnaam mijn werk doen als jij me last ervan met dit soort onzin? Sorry. Merel. Excuus. Ik heb een beetje slecht geslapen vanavond. Maak je geen zorgen. Ga even lekker zitten, dan zorg ik dat Sofie een taxi voor je belt. Ja. Nou, we boffen wel, hè, met zo'n hulpzame vriend als jij. Ja. Maar u heeft een PA. Dat is natuurlijk ook heel lekker, lijkt me. Ja. Werkt ze al lang voor u? Ja, dat weet ik niet, hoe lang. Maar... Ja, maar ze is wel heel erg goed. Oké, ja. Ik blijf het een beetje vreemd vinden. Toen wij binnenkwamen was zij ineens weg. Ja, maar ik wist wel dat ze iets te doen had, hoor. Maar ze had haast of zo. Ik weet het ook niet. Je kunt toch wel gewoon gedag zeggen? Ja. Ja. En ik heb u nog nooit met een bril gezien. Ik heb een leesbril. Ja. Nou, het is nu wel genoeg over mij gepraat. Jij hebt nog steeds niet ingeschreven voor de Kleinkunstacademie, of het conservatorium. Nee, ik ga een jaartje werken. Zal ik jou eens een cadeautje geven? Je krijgt les van een zangpedagoog. Dat is een vriendin van mij. Tja, ja, wij traden vroeger samen op. En Maggie en ik, als wij op die grote affiches stonden... dan kwamen de mensen kijken van heinde en ver. Maggie? Maggie Magdalene. Ja, zo heette ze. En als ze vlak voor het optreden, oh, dat hadden we een lol. Maar ja, dat was voor jouw opa, hoor. En was u nooit zenuwachtig voor u opging? Ja, altijd. Ja, tuurlijk, maar dat hoort erbij. Vicky heeft altijd... Nou, Wat? Ik heb podiumangst. Oh, maar daar heb ik trucjes voor. Als ik moest optreden, dan deed ik net alsof ik niet Josephine was... maar dat ik een beroemde zangeres was en dat het publiek me adoreerde. Weet je, want als je op het toneel staat en je hebt dat contact met het publiek... dat is een wisselwerking. En dat is, ja, dat is kicken. Ja, dat zeggen ze toch tegenwoordig. Ja. Ja, dat is ook zo leuk. Dan doe je eigenlijk iets wat je, ja... Wat je niet durft. Nee. Ja. Weet je, ik zou het zo leuk vinden om je wat meer te zien. Dan gaan we samen repertoire uitzoeken. En dan kunnen we oefenen. Het komt best goed met jou, hoor. Dat weet ik zeker. Hallo? Ik hoorde u niet binnenkomen. Nee, ik was een beetje vroeg en ik wist niet precies of ik binnen moest wachten of op de gang. Ja, dat is wel de bedoeling, maar ga zitten. Okay. U zei dat er van alles boven komt. Ik merk dat ik het moeilijk vind om mezelf bloot te geven als we zo formeel blijven. Vindt u het erg als we elkaar tutoyeren? Dat is goed. Nou, goed. Nadat ik aan jou, dus aan mezelf, had toegegeven dat ik nog steeds zo met Ludo bezig ben... leek dat gevoel eigenlijk alleen maar sterker te worden. Ik zit met zoveel vragen. Hoe komt het toch dat een mens zo hard en zo kil kan worden... Waarom wordt iemand zo? En ja, ik weet het natuurlijk wel. Het is geen geheim, maar... ik merk dat ik het heel fijn vind om met iemand te praten die er alles vanaf weet... maar die er in principe buiten staat. Ik denk dat het belangrijk is om je minder op hem te focussen en meer op jezelf. Hou bij jezelf. Ja. Ja, nou, het zou mij gewoon erg helpen als ik antwoord krijg op bepaalde vragen. Vindt hij het ook moeilijk dat ons gezin uit elkaar is gevallen?
Is dat misschien de reden waarom je hulp zoekt? Ik denk dat ik je toch doorverwijs naar een andere therapeut. Sorry, ik zal het niet meer doen. Nee, ik snap het. Ik zal het proberen bij mezelf te houden. Ik heb niet veel. Dekzuigers deelden af en toe pilletjes uit aan de vriendjes op school. Ja, dat vermoeden hadden we toch al? Wat zegt het over Nina? Slikt ze die rotzooi ook? Voor zover ik heb kunnen nagaan, niet. Oh ja, ik heb ook nieuws over Jack van Houten. Ik heb wat mensen gesproken en die hebben uitgezocht waar de stroming hem eventueel naartoe gevoerd zou kunnen hebben. Ze hebben daar gedoken, maar helaas niks gevonden. Meneer Sanders. Ja, niks aan te doen, hè? Wij zoeken verder. Ik hou op de hoogte. Ik kom er zelf wel uit. Het was zo leuk gedaan. De hele school was in de Marokkaanse sfeer. Marokkaanse muziek. Er was een kindje die had een trommelact. We aten tagine. Ontzettend lekker. Dit is ook heel erg lekker. Kun je even proeven? Nee, dank je. Wat is er? Niks. Als wij straks ons eigen huisje hebben. Gaan we dan tagine maken? Ja, is goed. Oké, goed. Vertel. Was Dennis er ook bij de tagine-festijn? Hij gaat er gewoon door met zijn leventje. Hij had afgebeld. En er gaan trouwens de gekste praatjes over hem rond. Oh, oké. En als je die hoort, zeg je dan ook dat het allemaal best wel meevalt wat hij heeft gedaan? Dat hij het allemaal deed met goede bedoelingen? Jij deed net alsof de dingen me allemaal maar overkwamen. Hij is geen slachtoffer, hij is de dader. En toch is Dennis niet alleen schuldig. Nee, oké, er zijn dingen gebeurd die heel vervelend voor hem zijn. Maar dan heb je altijd nog de keuze hoe je ermee omgaat. Dat is waar. Je hoeft niet te slaan. Je hoeft niet te stalken, je hoeft niet iemand op te sluiten. Ik zeg oké. En als iemand van een balkon afduwt, kan het zomaar gebeuren dat je daarvoor moet boeten. Als die officier van justitie hoort dat je het allemaal niet zo erg vindt, denk je dat hij daar dan nog een zaak van gaat maken? Ricky had de ouders wel kunnen begraven, ze zijn ons kind kwijt. Ik lijk verdomme wel gek dat ik zelf geen aangifte heb gedaan, maar dat ga ik alsnog doen. Laat die eikel maar een schadevergoeding betalen. Ik denk dat geld niet gaat helpen. Ik weet ook niet hoe we hier overheen gaan komen. Alleen ons vastbijten in Dennis straffen, dat helpt zeker niet. Mij helpt het om gewoon zo ver mogelijk bij hem uit de buurt te blijven. Ik wil het er gewoon niet meer over hebben. Ik wil er niet meer over praten.